Als we gaan kijken naar de mannen, dan is Abu Bakr radiyallahu anhu de eerste moslim. Beste vriend van onze profeet slash lid. Een man die behoorde tot de elite van Quraysh. Had geld, bekend, dreef handel. En hij was iemand die ook zachtaardig was, zachtmoedig, bekend daarmee. Onder de mensen. Hij werd als Siddiq genoemd. Oprechter. Omdat hij in alles wat de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd, hij ging hem geloven. Zelfs op die dag, toen de profeet sallallahu alaihi wasallam hun had verteld dat hij in één nacht naar de hemel is opgestegen. En in die ene nacht naar Jeruzalem is gegaan, naar Al-Quds en terugkomen. Iedereen, veel mensen, Abu Jahl zei, durf je dat tegen iedereen te zeggen? Hij zei ja. En hij verzamelt al die mensen bij elkaar en de profeet ging het verhaal vertellen dat hij naar Jeruzalem is gegaan en vervolgens opgestegen. Zelfs sommige mensen die zwak waren in hun geloof, schrokken daarvan. Abu Bakr was er helemaal niet bij. Abu Jahl ging naar hem, geloof je wat jouw vriend heeft gezegd? Over die en die en die. Hij zei, ja, ik geloof hem. Zonder dat hij twijfelt. Hij zei, ik geloof hem in iets meer dan dat. Ik geloof hem in Khabar Sama. Het nieuws van de hemel. Laat staan dit of dat. Vanaf toen werd hij als Siddiq genoemd. En Siddiqiya is een hoge positie die gelijk komt naar de profeetschap. En dat brengt ons tot een conclusie. Niemand was beter dan Abu Bakr Siddiq qua mensen behalve de profeten en boodschappers. Abu Bakr, over wie de profeet heeft gezegd, als wij de iman van Abu Bakr op een weegschaal leggen en de iman van de rest van de umma, dan weegt die van Abu Bakr zwaarder dan de rest van de umma. Abu Bakr, over wie de profeet heeft gezegd, لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا, als ik een boezemvriend, en de ghulla is de hoogste rang van liefde die je voor iemand kan hebben. En de ghulla mag je niet voor iemand hebben. Maar alleen voor Allah subhanahu wa ta'ala. Hij zei, de profeet heeft gezegd, لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا, als ik van de mensen van de aarde iemand als khalil mag nemen, dan had ik Abu Bakr genomen als khalil. ولكن صاحبكم خليل الرحمن. Maar dus hij praat over zichzelf. De profeet is de khalil van Allah. Als ik dus iemand, dus zo'n positie, zo'n hoge positie, wil geven dus van Ghulla, dan had ik zeker Abu Bakr genomen als khalil. Het geeft aan hoe Abu Bakr was. Abu Bakr was altijd iemand die het eerste was qua het goede. Met alles wat hij was, hij de beste. Omar, radiyallahu anhu, werd een keertje eigenlijk voor beter doen dan Abu Bakr. Hij zei, Amarana Rasulullahi an natasaddaq. Boodschapper van Allah heeft ons gevraagd om sadaqa te geven. Hij zei, fawafaqa dhalika malun indi. Dat was op een moment dat ik wel geld had. Faqultu, ik zei, al yawma, vandaag, asbiqu Abu Bakr. In sabakte hoe jammer. Als ik eigenlijk een keertje beter dan Abu Bakr zou scoren of geven of doen, dan is het vandaag. Wat heeft hij gedaan? De helft van alles wat hij heeft en de profeet meegenomen. De profeet vroeg hem, wat heb je achtergelaten voor je gezin? Oh, Omar, hij zei de helft. En dan komt Abu Bakr. Radiyallahu anhu, met zijn heel geld, alles wat hij heeft. En dan zegt de profeet tegen hem, wat heb je achtergelaten voor je familie, o Abu Bakr? Hij zei, taraktu lahum Allah wa rasulah. Heel simpel. Toen wist Omar dat hij nooit die wedstrijd zal aangaan met wie? Met Abu Bakr, as-sabbaq. Abu Bakr, die een keertje met de profeet in een zitting van kennis zat.
En de profeet zei tegen hem: Men asbaha minkum al yawma sa'iba. Abu Bakr zei: Ana ya Rasulullah. Ik. Men tasaddaqa al yawma. Men tasaddaqa minkum al yawma ala miskin. Wie heeft vandaag een almoes gegeven aan een miskin? Ana ya Rasulullah. Men tabi'a al yawma minkum janaza. Wie is vandaag met een begrafenisstoep gegaan? Abu Bakr zegt: Ana ya Rasulullah. Men zara minkum maridan. Wie heeft een zieke bezocht vandaag? Abu Bakr zegt: Ana ya Rasulullah. Op één dag, de rawi al hadith, de overleveraar van de hadith, het gezegd van misjama'at hadi al khisal. Als deze eigenschappen zich verzamelen in een man in één dag, dan gaan al jannah. Abu Bakr, eerste moslim. En dan komt Ali, ibn Abi Talib, neefje van onze geliefde profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Eerste kind die moslim is geworden. En dan komt Zaid ibn Haritha, vrije slaaf. Zaid, die werd geadopteerd door Mohammed sallallahu alaihi wasallam in de tijd van de onwetendheid. Die werd door de mensen genoemd Zaid ibn Mohammed. Totdat Allah subhanahu wa ta'ala de versen heeft geopenbaard. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Walakin Rasulallah. Toen is het adopteren verboden gemaakt in Islam. Dat iemand de naam van iemand anders neemt. Daarom werd hij dan vervolgens Zaid ibn Haritha. Hij was de eerste vrije slaaf die moslim is geworden. De eerste slaaf was Bilal. Al-Habashi. En zo ging de islam zich verspreiden, maar het eerste oproep, dat was in het geheim. Abu Bakr radiyallahu anhu was de aanleiding van de islam van 6 mensen die genoemd zijn in de hadith waarin de profeet de 10 mensen heeft genoemd die tot de paradijs zullen betreden. Abu Bakr, radiyallahu anhu, in een vroege stadium van de islam, was de aanleiding tot het bekeren van 6 belangrijke mensen in de islam. Zubair ibn al-Awwam. Zubair. De zoon van Safiya, de tante van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Talha ibn al-Abdillah. Sa'd ibn Abi Waqqas. Al deze mensen zijn eigenlijk moslims geworden door Abu Bakr radiyallahu anhu. Kijk maar, als jij de aanleiding bent dat iemand een moslim wordt, hoeveel hasanat je krijgt. Dat zijn 6 mensen die behoren tot de mensen van het paradijs. Over wie de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd. Abu Bakr fil jannah, Omar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'd. في الجنة سعيد بن زيد في الجنة أبو عبيدة بن الجراح في الجنة الزبير بن العوام. سيس مانس من ديز التين زين بكير طوط تخلوه دور أبو بكر الصديق رضي الله. And so خينا the mens states in the Islam komen. Ze hoorden iets. Ze ontmoeten de profeet. De profeet spreekt duidelijke taal, makkelijke taal. En dat leidt tot hun bekering. Tofail ibn Amr komt, die wordt moslim. En zo gingen de eerste moslims de islam omarmen. Het was allemaal in het geheim. Er waren wat gebeurtenissen in die tijd. Het is vanzelfsprekend dat de mensen hun islam niet in het openbaar gaan bekendmaken. Wat ze vreesden. Dat er iets met hun gaat gebeuren en dat kan ook gebeuren, dat kon gebeuren in die tijd. Maar gedurende deze tijd werden mensen moslims. We hebben gesproken over de openbaring en we hebben gezegd dat de eerste openbaring, dus de versen van Surat al-Alaq, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaq al-insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi 'allama bil-qalam, versen. Dus de openbaring stopt dan. Ik heb gesproken over de eerste moslims. En daarna kwam weer
openbaring. Luwahi. Eerste vers die daarna is gekomen, zijn de versen van Surat al-Muddathir. En er sommige leden zeggen, nee, Surat al-Duha. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, ja, ayyuha al-Muddathir, kom, fa'andir, wa rabbaka fa'kabbir, wa thiyabaka fa'tahhir, wa rijza, en fi riwaya wa rujja, fa'jur. De versen. En steeds zijn er versen geopenbaard. Het is in stukjes. Want de Koran nazala munajjaman in stukjes. En da'wahin geheimelijk. Gewoon in het geheim. Mensen spreken elkaar, vertellen iets aan elkaar. Verzen worden geopenbaard met iets. Of bijvoorbeeld hoe je hoort om te gaan met je medebroeder. Dat mensen in de ogen van Allah gelijk zijn. Dat zijn allerlei verzen die eigenlijk mensen aanmoedigen. Om te bekeren tot de islam. Vooral de armen. Geen als eerst de islam omarmen. De slaven. En dat heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat het eigenlijk dat die Qurayshieten zeggen van ja, maar kijk, dat zijn alleen maar de laagste van de maatschappij. Jullie hoeven geen zorgen hierover te maken. Dat gaat op een gegeven moment stoppen. En weet dat de armen in het verleden allemaal, eigenlijk als je kijkt naar de profeetschap van Ibrahim, Musa, Isa, Noah, hij werd gevolgd door arme mensen. Daarom zeiden ze die ongelovigen van de tijd. Maar daar raakt ze bij elkaar in de legine om Arabiluna bij die rak. Ze zagen hun als vernederden, als onbenullige mensen. De volgers van de profeten, dat zijn arme mensen, fuqara enzovoort. En dus op zo'n manier werd de islam geheimelijk verkondigd. En dat bleef. Totdat Allah subhanahu wa ta'ala na 3 jaar van geheimelijk verkondiging van het geloof zijn boodschapper heeft opgedragen om de oproep van de islam in het openbaar te verkondigen. Fasda' bima tu'mar. Wa anzir 'ashirataka al-aqrabin. Profeet sallallahu alayhi wa sallam ging naar de heuvel van Safa en hij riep wa sabaha. Wa sabaha, en dat was een manier om mensen bij elkaar te brengen. En hij begon ze op te roepen. Zijn familie, ja bani abdi manah. Anqidhu anfusakum min an-nar. Ya fulan, ya Fatima bint Muhammad. Anqidhi nafsaki, ya Safiya. En hij ging ze oproepen. Ze komen allemaal bij elkaar. En hij zei tegen hun, als ik jullie vertel dat jullie worden aangevallen door een leger van onder de berg, zouden jullie me geloven? Ze zeiden tegen hem, we hebben nooit leugens van jouw kant meegemaakt. Maar ze rabbena alayka kadiban qat. Dat is weer een shahada, een getuigenis, een diploma, door de ongelovigen gegeven aan de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dat hij nooit, voor zijn profeetschap, dat hij nooit leugens heeft verteld. Nooit. Voordat hij profeet werd. Toen hij dat van hen hoorde, hij zei, inni nadhiru lakum wa bashirun bayna yaday adabin ayn. Ik ben een waarschuwer voor jullie. Tegen een harde bestraffing. En heeft ze verteld dat ze horen te geloven dat Allah één is en dat hij de boodschapper van Allah is. Eerst dieren geen springen en boos worden en commentaar geven is zijn oom, Abu Lahab. Hij zei, tabbalak, ali hada jama'tana. Hiervoor heb je ons bij elkaar gebracht. Allah verdedigde zijn boodschapper door verzen te openbaren. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dat lahab. Wa mra'atuhu hammalatu al-hatab. Fi jidia hablun min masad. Dus dat is het periode vanaf het begin van de openbaring tot het verkondigen van de oproep van de islam in het openbaar. We hebben gezegd dat de openbaring iets subtiels, iets wat verborgen is. We hebben uitgelegd dat er verschillende vormen zijn van openbaring. De ware dromen. Daarna
was dat de profeet Allah heeft gesproken zonder intermediair. We hebben gesproken over de openbaring die door Jibril aan de profeten zijn gegeven. Want dat gebeurt wanneer de Jibril kwam in de gedaante van een man die bekend is of niet bekend is. Ook openbaring via Jibril in de vorm van een rinkelende bel. De eerste openbaring in de grot Hira. Wat is er daarna gebeurd? De eerste moslims en die tijd tussenin. Moog Allah subhanahu wa ta'ala mij en jullie alle leden naar het juiste pad. Allah maghfir lana dhunubana. Wa israfana fi amrina. Allah maghfir lana dhunubana. Wa israfana fi amrina. Allahumma ahfadna min bayni aydina. Wa min khalfina. An aymanina. Wa an shamainina. Allahumma aj'alna min as-salihin. Wa amitna ma'a as-salihin. Wa ahshurna ma'a as-salihin. Ba'athna ma'a as-salihin. Wa adkhilna al-jannata ma'a as-salihin. Allahumma ahfad ummahatina. Wa aba'ana. Allahumma من كان مريضا فيهم فاشفه يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم ارحم الاموات منهم اللهم ارحمنا اذا سرنا الى ما صاروا اليه اللهم طهر قلوبنا من الرياء وطهر قلوبنا من الغرور وطهر قلوبنا من حب الظهور اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعاء لا يستجاب له اللهم طهر قلوبنا يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها اللهم ألف بين قلوبنا اللهم اجمع بين قلوبنا وألف كلمتنا وانصرنا يا رب العالمين اللهم اجمعنا وإياكم على الحق المبين اللهم يا رب احفظ أبناءنا وبناتنا وأزواجنا اللهم يا رب احفظنا معهم يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.